Meneer de burgemeester, meneer de schepen, goede vriend Frans, dames en heren schepenen, meneer de senator, genodigden, dames en heren, ik aarzel om te zeggen jongens en meisjes, omdat dat zo ordinair klinkt. In elk geval... Politieke duizendpoot Herman Van Rompuy deelde vrijdag namiddag zijn Europese passie met 850 Aarschotse studenten. Na zijn lezing mochten een vijftal studenten enkele vragen op hem afvuren. Ook wij slaagden erin om hem op onze journalistieke rooster te leggen. Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van Erasmix keken we terug op de laatste 15 jaar van zijn carrière. Dat zijn 15 heel vreemde jaren geweest. Omdat, als jij 15 jaar teruggaat, toen was ik nog minister in de regering De Haan, vice-eerste minister en minister van Begroting. Daar hebben we kunnen mee bijdragen om de begroting terug in evenwicht te brengen. Dat was een hele mooie ervaring. Maar van die 15 jaar heb ik er 8 jaar doorgebracht in de oppositie. Hè? Waar je in de Belgische context niks te vertellen hebt. Er wordt niet naar u geluisterd in het parlement. En dan eens dat we uit de oppositie waren, dat is dan gekomen vanaf de zomer van 2007. Dus dat is nu nog maar amper 4 jaar geleden. Vanaf dat ogenblik is voor mij alles veranderd. Ik ben voorzitter van de Kamer geworden, van het parlement. Dan heel onverwacht gedurende 1 jaar eerste minister en nog meer onverwacht voorzitter van de Europese Raad. Het zou eigenaardig klinken mocht ik niet zeggen dat voorzitter van de Europese Raad het hoogste is dat ik kon bereiken. En ik denk dat elke Belgische politicus kon bereiken. Dus op dat vlak ben ik een heel gelukkig man. Van oppositie naar voorzitter van de Europese Raad. Het ging plots wel allemaal heel snel, maar niet voor Van Rompuy. Ik heb een gelukkig die gave in het leven dat als men in een nieuwe fase stapt, niet dat men de oude vergeet, maar dat men het blad ook omdraait. Maar ik zit in een ander hoofdstuk en we gaan dat hoofdstuk zo goed mogelijk trachten te schrijven. Het volledige interview met de heer Van Rompuy kan je lezen in ons Erasmix-magazine.